Welkom bij Schilders en Schrijvers, een cultureel programma van Flakenius. Met dit keer als onderwerp de Strandbibliotheek. Bij ons is de gast Gerdy Schellevis. Gerdy, welkom. Dankjewel. Gerdy, voordat we gaan praten over die Strandbibliotheek, eerst even over jezelf. De boeken die op jouw nachtkastje staan. Heb jij bepaalde boeken waarvan je zegt, nou, daar wil ik wel eens over zeggen? Nou, ik heb inderdaad wel... Ik heb vanavond, voordat ik hier naartoe kwam, nog even op mijn nachtkastje gekeken. Het is er niet één boek. Het is ook niet twee, maar het zijn er zes. En het is ook van alles wat, want ik werk dus in de bibliotheek als vestigingshoofd. En daar komt natuurlijk van alles door je handen. Mm-hmm. Van Rupsje Nooit Genoeg, lag naast mijn bed, kwam ik achter. Ook nog, inderdaad. Tot een boek van Francine Omen. En daar wil ik straks nog wel even iets meer over vertellen, want dat is mijn speciale reden. En ook het nieuwste boek van Vonne van der Meer, Zondagavond, ligt ook op mijn nachtkastje. Dus het is een van alles en nog wat. Gemalleerd. Heel zeker. Met welke ben je het laatste bezig? Ik ben nu in Zondagavond van Vonne van der Meer. Daar ben ik gisteravond in begonnen. En? Ik ben het aan het lezen voor de leeskring. Dus we hebben in de bibliotheek in Oudorp een leeskring. Ja? Die één keer in de zes weken bij elkaar komt en dan een boek bespreekt. En Vonne van der Meer staat op onze nominatie om in september mee te beginnen. Dus ik ben net begonnen. Twee hoofdstukken gelezen en ik kan er nog niet veel over vertellen, maar het boeit wel. Oké, mooi zo. Over jouw werk. Je werkt in de bibliotheek in Oudorp. Dat klopt. Waaruit bestaan jouw werkzaamheden? Ik ben vestigingshoofd van de bibliotheek in Oudorp, dus dat betekent dat ik de algehele leiding van de bibliotheek daar heb. Dat is ook roosters maken, maar ook zorgen dat alle activiteiten naar wens verlopen. Steeds nieuwe dingen bedenken, maar ook contacten met de scholen onderhouden en... Je hebt jezelf de vrijheid om dingen te organiseren. Ja, inderdaad. Ja. Wat vind je leuk eraan? Het leukste is dat je zelf een beetje je eigen ondernemer kan zijn. Je bent zelf in de bibliotheek in Oudorp, ik dan 32 uur per week werkzaam. Mm-hmm. En je weet op een gegeven moment wel wat jouw klanten willen. Naar welke aandachtsgebieden en ook voor lezingen bijvoorbeeld. Van je weet waar ze op afkomen en grote ruimte om dat zelf in te vullen. Wordt die bibliotheek goed bezocht? Wordt heel goed bezocht, absoluut. Ja. Misschien kan je iets meer over de bieb zelf vertellen, want jullie hebben een speciaal plekje. Hè? Wij hebben een heel speciaal plekje, inderdaad. De bibliotheek in Oudorp zit in het gebouw van de Rabobank. En daar zitten we samen met en de Rabobank en het reisbureau. En dan de bibliotheek erbij. En dat is sinds november 2002. Hoe gaat dat? Dat gaat heel goed. We hebben ook toen we 3 maanden open waren al een prijs daarvoor gewonnen. Dat was een prijsvraag van de provincie Zuid-Holland. Een innovatieve bieb werd er gezocht en dat heeft dus de bibliotheek in Oudorp gewonnen, omdat we samen met de commerciële en dan de bibliotheek als niet-commerciële partner samen waren. Ja. Dus dat was een mooie prijsbedrag van 25.000 euro. En hoe gaat het dan? De mensen bezoeken de bieb en ook de bank? Ja, en dat is inderdaad juist het mooie. Ga je bijvoorbeeld naar het reisbureau, boek je daar een reis naar Turkije, de collega's van het reisbureau zeggen gelijk van loop even bij de bibliotheek binnen, kijk even of dat er een reisgids is. Dus dat is een mooie... Bij de Rabo kan je geld wisselen. Bij de Rabo kun je geld wisselen, inderdaad, klopt. In onderscheid de bieb van Oudorp zit nog meer? Ik denk dat de bibliotheek in Oudorp ook heel veel doet voor de toeristen die daar in de zomermaanden... Nou ja, het toeristenseizoen is eigenlijk net echt losgebarsten, maar eigenlijk al vanaf de paasdagen zie je heel veel mensen die voor langere tijd in Oudorp verblijven. En die dan ook de bibliotheek weten te vinden, of voor boeken... Maar ook het internet. Ja. Aan elke bibliotheek kun je internetten en dan kun je in de bibliotheek terecht. Dus we hebben heel veel trouwe gasten uit het hele land. Merk je ook aan de soort boeken dat er andere gasten komen? Nee, eigenlijk niet. We krijgen wel heel veel complimenten van bijvoorbeeld heel veel gasten die in Rotterdam wonen en die nu in Oudorp een huisje hebben. Van, jullie boeken zien er altijd zo mooi uit. En jullie hebben actuele boeken. En dat is natuurlijk altijd heel leuk om te horen. Ja, zeker. Absoluut. Dan gaan we het nu hebben over die Strandbibliotheek. Wat is het eigenlijk? Waarom een Strandbibliotheek? Nou, de Strandbibliotheek is 5 jaar geleden begonnen. Want ze wilden iets innovatiefs doen. Ze wilden de bibliotheek eens op een andere manier op de kaart zetten. Want heel vaak als je tegen iemand zegt van, ik werk in de bibliotheek. Dan zeggen ze, een beetje suf, beetje... Oudbollig. Maar de bibliotheek heeft in de afgelopen jaren een hele grote inhaalslag gemaakt. En op deze manier, onder andere, wil de bibliotheek laten zien dat we gewoon met onze tijd meegaan. En dat je ons ook op onverwachte plaatsen kunt ontmoeten. Mensen die het niet kennen, wat moeten ze zich daarbij voorstellen? Hoe ziet het eruit? Strandbibliotheek is een porto cabin van 6 bij 3 meter. Gevuld met een aantal kasten met boeken. Ja. En
Dat is het eigenlijk in heel erg kort. Maar we hebben ook een heel mooi terras met allemaal zitzakken en lekkere stoelen. Zodat je ook gewoon even lekker buiten op ons terras, op het strand, in het zand, lekker een boek kunt lezen. En hoe reageren de gasten? Heel verbaasd. Het eerste jaar vooral, want het is nu het vierde jaar dat strand... Mensen kennen het nu een beetje. Mensen kennen het nu inderdaad een beetje. Het is voor het vierde jaar dat de Strandbibliotheek een plekje heeft gevonden op de Brouwersdam. Ze zijn verbaasd omdat het gratis is. Je hoeft er niets voor te betalen. En ze zijn verbaasd omdat ze merken dat het zo goed gaat. Want boeken die we kwijt zijn, en dat is echt heel, heel minimaal. Ja, hè? Je raakt geen boeken kwijt. We raken bijna geen boeken kwijt. Dat was het eerste jaar ook mijn angst. Want het was van, nou, we gaan een collectie boeken op het strand neerzetten. Leen het uit aan de mensen. En je ziet maar of dat je die boeken terugkrijgt. En elk boek wat in de bibliotheek staat is toch een beetje je eigen kindje, zeg maar. Ja. Je bent een beetje gehecht aan alle boeken. Dus ik dacht van, nou, we gaan ze op het strand uitdelen. En je ziet ze nooit meer terug. Want het is allemaal zo makkelijk, zo los. En het was het eerste jaar, was een prachtige zomer. 1800 boeken uitgeleend en we misten er één aan het eind van het seizoen. Want het is toch een kapitaal ook? Het is een heel kapitaal, absoluut. Ja. Maar ja, mensen reageren er heel goed op en gaan er dus ook voorzichtig mee om en brengen het gewoon terug. En wanneer ga je nu starten? We zijn al gestart. Afgelopen zaterdag, 4 juli, was de openingsdag. Mm-hmm. En we zijn nu open elke dag, behalve zondag, tot en met 29 augustus. Hoe is het gegaan, de eerste keer? Heel goed, want we hadden mooi weer. Dus dat was een top openingsdag. We hebben nog even herinneringen van vorig jaar opgehaald, toen we allemaal kleumend rondom de warme chocolademelk stonden. Want toen was de openingsdag een beetje minder. Maar afgelopen zaterdag was de prachtige dag. 'S middags onze eerste activiteit. Theodor Braaksma, al een soort bekende bij de Strandbibliotheek. Mm-hmm. Die kwam om te strandjutten met de kinderen. En 25 kinderen liepen achter hem aan en konden zo nog iets opsteken van wat er allemaal op het strand te vinden is. Ja, klopt. En als mensen een boek niet uitkrijgen, hoe gaat dat dan? Dan mogen ze het gewoon wat langer meenemen. Want inderdaad, als jij een dikke pil meeneemt uit de Strandbibliotheek, dat je denkt van, die heb ik nou altijd al willen lezen. Ja, maar gewoon een paar dagen houden. Ja, dan we gaan er gewoon vanuit van, u brengt hem in de loop van de week of in de loop van volgende week een keer terug. Ja. En als mensen de Strandbibliotheek zoeken, waar kunnen ze dan vinden? De Strandbibliotheek is op de Brouwersdam, bij de strandopgang van Strandpaviljoen De Kous. En dat is tegenover Portzeelanden. Nou, dat kan niet missen. Kan niet missen. Absoluut niet. Had je verder nog iets te willen vertellen over de Bib? Nou, ik wil inderdaad nog iets heel bijzonders vertellen over de Strandbibliotheek. Dit jaar is het vijfde jaar dat de strandbibliotheken allemaal staan langs de Zuid-Hollandse kust. Want wij zijn niet alleen, er zijn er nog 7. En dit jaar is elke strandbibliotheek geadopteerd door een schrijver die 3 dagen komt overnachten bij de strandbibliotheek. Niet echt fysiek in de strandbibliotheek, maar wel in de omgeving. En die schrijver of schrijfster is 3 dagen bij de strandbibliotheek te vinden met allerlei activiteiten. Je kunt je boeken komen lenen en dan helpt je schrijver daarbij. Je kunt vragen stellen. En voor Strandbibliotheek Brouwersdam is dat Francine Omen. Vandaar het boek van Francine Omen wat op mijn nachtkastje ligt. Ja. En Francine Omen hoopt van 11 tot 13 augustus bij de Strandbibliotheek op de Brouwersdam te zijn. Je kunt ontbijten met Francine Omen op het strand, strandwandelen, je boeken laten signeren. Nog veel meer, allemaal met Francine Omen. Dus we hopen daar op veel bezoekers. Ja, dat was wel. Dat als het goed komt, horen. Zeker weten. Dat is hartstikke leuk. Ja, dat is heel erg leuk. Nou, dan wensen we jullie heel veel succes met jullie strandbibliotheek. En je dankjewel. Andere werkzaamheden natuurlijk. Ja, dankjewel. En bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Ondertussen is Yvonne van der Wal aangeschoven. Welkom Yvonne. Jij gaat het programma besluiten, want jij gaat ons wat nieuwtjes vertellen over pas verschenen boeken. Ja. Vertel. Ik begin met een boek wat eigenlijk niet pas verschenen is. Het is een herdruk van een boek, maar het is nu weer aardig in de belangstelling. Het is een boek van Niccolo Ammaniti. Ik haal je op, ik neem je mee. Het is het speelt zich af in Italië. Het gaat over een jongen en een meisje die bij elkaar in de klas zitten. Die jongen die wordt veel geplaagd. Die wordt op een gegeven moment betrokken bij een inbraak in de school en bij een lerares. Dingen die hij eigenlijk helemaal niet wil, maar hij wordt gewoon onder druk gezet. Daarbij heeft hij wel vriendschap met een meisje in de klas die hem helpt. Maar echt contact hebben ze nooit. Spelen nog allerlei mensen omheen die eigenlijk met
hele kleine draadjes en al die mensen aan elkaar verbonden. Zit prachtig in elkaar. Ik haal je op, ik neem je mee. Een wat ouder boek. Het is al wat ouder boek. Dit is ook een Italiaans boek van Giordano, De eenzaamheid van de priemgetallen. Ja, een bijzondere tekst. Ja, het gaat ook weer over een jongen en een meisje. Daarom heb ik ze ook na elkaar gedaan. Mm-hmm. Het lijkt qua structuur een beetje op elkaar. Dit is een jongen uit een heel arm gezin die goed omgaat met een meisje uit een heel rijk gezin. Ze voelen zich een soort priemgetal, heel eenzaam. Er zijn er niet veel van. Het jongetje heeft iets vreselijks op zijn geweten. Hij is hoogbegaafd, had een zwakbegaafd zusje waar hij zich nogal voor schaamde. Op een gegeven moment worden ze samen op een feestje uitgenodigd. En hij denkt, ik laat mijn zusje maar in het park zitten en ze doet toch alles wat je zegt. Dus hij zegt, blijf wachten tot ik terugkom en dan ga ik alleen naar het feestje. En dat doet dat meisje niet en hij ziet er ook nooit meer terug. Ze weten niet precies wat er met het kind is gebeurd. Maar dat is ook iets wat heel erg op hem drukt, natuurlijk. Dan een beetje in het kader van de Tour de France. Ook een herdruk, Koninginnenrit. Het is deze vrouw van Sandbeek schrijft alleen. Ze heeft eerder boeken geschreven samen met haar vriendin onder de naam Lisa van Sandbeek. Bekendste was Zadelpijn en ander damesleed. Deze dames gaan met elkaar op een grote fietstocht. Allemaal dames van rond de 50 jaar met alle problemen van dien. Ja. Ze noemen het de Koninginnenrit en hun motto is alles beter dan Nordic walking. Kijk. Ik heb nog een herdruk, een prachtig boek. Ben je ervaren? Het was echt van William Sutcliffe. Het was echt een cultboek voor backpackers. Terwijl het grappig is, het neemt die backpackers ontzettend op de hak. Mensen die naar India gaan en zich meteen Indiër onder de Indiërs banen. Ja, ja. Geen schoenen dragen, want je moet contact met de aarde houden. En, het is een hilarisch boek, ben je ervaren. Ik heb een aantal keer geleden Haar naam was Sarah besproken van Tatjana de Rosnay. Mm-hmm. Ze heeft nu een nieuw boek, Die laatste zomer. Totaal anders, maar het is wel een prachtig verhaal. Een man neemt zijn zus mee op vakantie, een paar dagen. Ze wordt 40 jaar en hij besluit om haar mee terug te nemen naar de plek waar ze als kind op vakantie gingen. Als ze daar zijn, herinnert haar zijn zus zich ineens van alles wat er is gebeurd in die tijd. En ze vertelt hem dingen over hun overleden moeder. Daardoor gaat hij helemaal op zoek naar wat is er nou precies met die moeder gebeurd. Prachtig boek. Gerbrand Bakker, Juni. Een heel broeierig boek. Hij heeft eerder het boek geschreven Boven is het stil. Ook een schitterende roman. Dit speelt zich af in een boerendorpje Noord-Holland, 1969. Koningin Juliana komt daar op bezoek. En de bakker mag daar alle broodjes en zo verzorgen. Daardoor moet hij 's middags zijn rit gaan inhalen langs de bevolking. Daarnaast speelt een boerengezin, Kaan. Moeder gaat met dochtertje naar de koningin. Komt er net iets te laat aan, maar Juliana neemt dan nog wel de moeite om even te wachten om dat kind gedag te zeggen. 'S middags wordt datzelfde meisje aangereden door die bakker. En ze overleeft het niet. En jaren later geeft dat nog steeds een hele broeierige sfeer, een grote verdeeldheid binnen dat gezin. Waar vooral die moeder heel erg op reageert. Die trekt zich af en toe terug op de hooizolder en die blijft daar ook dagenlang zitten. Aangrijpend heel boek, mooi. Dan heb ik deze twee boeken meegenomen. Kinderen, ja. Francine Omen en Dolfje Sneeuwwolfje. Deze boeken hebben allebei de prijs van de kinderjury gewonnen. Paul van Loon zelfs al voor de 10e keer op rij, dus dat is heel bijzonder. Gaat maar door, hè? Ja. Ja, en wat ik zelf altijd leuk van die kinderjury vind, de griffels en penselen wordt door een clubje volwassenen uitgereikt. En de kinderjury is echt iets waar kinderen voor kiezen. Waar een schrijver trots op mag zijn. Nou, Dolfje Weerwolfje hoef ik eigenlijk niet toe te lichten en hoe overleef ik ook niet. Nou, heel wat nieuws om eens aandacht aan te schenken. Yvonne, bedankt. Graag gedaan. Dit was Schilders en Schrijvers met Gerdy Schellewis van de bibliotheek in Oudorp, de Strandbibliotheek. En Yvonne van der Wal met de nieuw verschenen boeken. Bedankt voor het kijken.